Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Deze keer ga ik laten zien wat ik allemaal in de schooltrommeltje doe van mijn kinderen. Wat ik voor variatie kan geven. En ik hoop dat jullie daar wat inspiratie en motivatie uit halen. Om voor jullie eigen kleintjes een leuke maaltijd mee te geven naar school. Vind je deze video nou leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van video's. Goedemorgen, de clip was erg luid met alle achtergrondgeluiden. Dus ik dacht, ik doe even de voice-over. Het is maandag en de kinderen hebben natuurlijk een volle dag. Dus ze krijgen voor hun fruithap cheese dippers en druiven mee. De cheese dippers knip ik altijd even door midden, zodat ik zeker weet dat het in het bakje past. Ze krijgen allebei blauwe bessen mee voor de lunch en een appeltje gesneden. Logan is gek op tomaten, dus die krijgt tomaatjes mee. Logan is ook gek op salami, dus heeft een boterham met salami en een boterham met hagelslag. En Brooke die houdt helemaal niet van salami, dus die heeft een boterham met kaas en ook een boterham met hagelslag. Goedemorgen, een nieuwe ronde van lunchrommeltjes. Ze hebben allebei druifjes en twee babybells mee, siroop en water. En dan voor tussen de middag allebei een boterham met boterhamworst en een boterham, hier zit dan appelstroop op. Dit heeft Brooke ook hieronder zitten. Appelstroop, ik doe het even inpakken, dan kan niet door elkaar gaan. Dan hebben ze allebei een knijpzakje en een mandarijntje. En dan zijn ze weer klaar tot 2 uur. Dus kunnen ze er helemaal tegen. Het is vandaag woensdag. ik ga weer laten zien wat de kindjes hebben meegekregen. Logan die heeft zijn snack, dus zijn fruithap van gisteren niet op, want het was een tractatie. Dus die hebben we gemaakt van. Ik zag het, dat is prima. Dus zal ik laten zien wat ze voor vandaag nog heeft. Zegt Logan heeft van precies hetzelfde als gisteren, want die heeft er niks van op. En had er ook gisteravond geen zin meer in, want er gebeurt nog wel eens als ze wat over hebben, dat ze het voor het avondeten nog een beetje opsnacken. Jij maar eens even bij mij. Want je bent bij de baby van het zien. Kom eens even. Even zitten. Blijf. Voilà, blijf. Zoals gezegd, Logan die krijgt hetzelfde als gisteren, want die heeft nog bewaard met een tractatie. Brug die krijgt nu ook weer druiven met een knijpzakje. Het zit er sowieso heel erg lekker. Ga je nog vol? Nog één? Goed, zo netjes wachten, hè? Logan en Brooke krijgen allebei een mini eierkoek met chocopasta en een boterham met boterhamworst. Allebei. Logan houdt heel erg van tomaatjes, Brooke niet, hij krijgt tomaatjes en dan nu zijn knijpzakje. Brooke heeft natuurlijk sokjes gehad. Brooke is gek op walnoten, daar heeft Logan echt scheidhekel aan. Dus Brooke krijgt wat walnoten en een gold kiwi en die kan ze opeten. Met vorkje, zou ik even iets hoger leggen. Een beetje zijn, dat kan ze zien. Deze hoort ook bij de broodrommeltjes, dus ze kan even er kiwi op eten. Ze krijgen allebei dit keer een pakje slurpje water mee. Is het wel, ik geloof 12. Oh, ja, zie je, 12 per portie. Oh, dit valt wel mee. 2. Oh, deze is heel goed. Koolhydraten in. Wat valt mee dan? Hoeveel suikers werk nou? 1,8 gram. Dat valt best mee. Dit is best wel goed. Dat is misschien een andere smaak die vorig had die wat meer was. Ze krijgen allebei niet een water nu in. Dus ze kunnen ze lekker weer snacken vandaag. Ondertussen ben ik zijn aandacht weer kwijt. Boris, wat doe je nou? Ja, Boris heeft de neiging om als ik in de keuken met de lunchrommeltje bezig ben, of als de kinderen aan het eten zijn, om te gaan kutflutten. Dus aan de stoelen knagen, aan de baby knagen. Jo. Nee, dat is toch niet aardig? Is dat niet aardig? Nee, is helemaal niet aardig. Dus ja, het echt piepertje. Het resultaat op het moment dat je pas halverwege de ochtend erachter komt dat je gisteravond geen zin meer had om de broodrommeltjes te vullen, dan ligt er overal wat. Het is weer gelukt. Ze krijgen komkommertjes mee, een cheese string en rode druifjes, witloze rode druifjes. Als hun fruithap snack. En dan kun je dan met siroop of een pakje water met een smaakje, met appelsmaakje doen. Just in case, dit zit helemaal vol. En van wat ik begrepen heb van de kinderen, nemen ze dus of deze bij de lunch en dan doen ze deze bij de fruithap. En dan pakken ze bij de lunch er ook nog even bij. Want 9 van 10 keer is het allebei leeg, dus hier nog een hele klein bodempje in. Ze krijgen allebei mee appelstroop en daaronder zit een boterham met chocopasta. Heb ik erin gepakt en gaat het als het door elkaar heen gaat. Ze krijgen allebei wat pinda's mee en een appel. Ik wou eigenlijk pindakaas
meegeven. Dan kunnen ze dat lekker dippen. Dat vinden mijn kinderen lekker. Alleen dacht ik dat ze misschien een hele grote kliedeboel als ze dat moeten gaan dippen. Dat weten ze zo. En dan krijgen ze ook gezonde vetjes binnen, vezeltjes. Hier hebben ze nog het ijzer. Dus nou, ja. Ze kunnen weer even vooruit. Dan kan mama even snel alles terug in de koelkast gooien. En dan hoop ik dat wel. Ja, ze moeten over 5 minuten weg. You can do it. Op vrijdag heeft Logan een hele dag en Brooke een halve dag. Dus Logan die krijgt 2 trommeltjes mee. Die heeft druiven, een babybel en een string cheese. En voor de lunch een boterham met worst en een boterham met appelstroop. En een knijpzakje en wat knakpotjes, omdat wij er waarschijnlijk om 12 uur eten. Brooke krijgt alleen maar de snack mee. Dus zijn druiven en dan de babybel en de kaas. En natuurlijk gewoon hun siroop en pakjes drinken. Vond je deze video nou leuk? Klik dan even op de video hiernaast waarin ik mijn ochtendroutine les zie met de kindjes. Of als je meer wil weten over eten. De boodschappenblogje zet ik dan hieronder. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. Bedankt voor het kijken. Tot in de volgende video. Ik probeer altijd ze zo snel mogelijk eten te geven. Want dan hebben ze langer de tijd om het eten op te eten. Ze zijn 's ochtends net als hun moeder. Niet